Javero Marquiet, voormalig FC Utrecht en Helmond Sport. En vandaag de debutant bij IJsselmeervogels in de wedstrijd bij GVVV. Een regionale derby die inmiddels zo'n 53 keer gespeeld is onderling. Het zij in Spakenburg, het zij in Veenendaal. De eerste kans van de wedstrijd komt op naam van niemand minder dan Robert Olijfveld. Heeft bijgetekend tot 2019, maar had beter hier een doelpunt kunnen maken. Terwijl daar Danny de Leeuw is met de voorzet. Daar is de voorzet op Van Eck. Maar dan is het de scheidsrechter Yannick van der Laan die heeft gefloten. En een strafschop geeft vanwege Hens van Leijenhorst. Daar gaat de arm omhoog. Die heeft de bal geraakt en dus een penalty voor GVVV. Achter de bal Ter Schegert en die doet dat onberispelijk. Schaapt de verkeerde hoek in en Ter Schegert dus met de 1-0 in de 25e minuut voor GVVV. Dat doorgaat in de omschakeling. Heel snel weg wil met Van Leijenhorst die daarmee in de voeten kopt van Martin van Eck. Van Eck mag van ver komen, haalt uit. En daar is de 2-0 op slag van rust. Martin van Eck voor de nummer 2 van de tweede divisie. Hele belangrijke goal voor de thuisploeg GVVV. De Graaf is mee, maar Van Eck doet het zelf ook. Ajax is mee. En dan wordt het weer minder. En dan zien we dat het regent bij het begin van die tweede helft. Met Morro, de invaller. Soufiane Morro. En die vliegt binnen. Daar verkijkt Johan Jansen zich volledig op die bal van de invaller Soufiane Morro. Een zwabberbal in de verre hoek en daarmee IJsselmeervogels terug in de wedstrijd. Maar niet voor lang, want daar gaat GVVV weer. De paas is van Ter Schegert, de Graaf. Oh! Jeremy de Graaf had hem op zijn schoen liggen. Maar hij laat na de wedstrijd in het slot te gooien en dus leeft IJsselmeervogels nog altijd. De Graaf als Vogels aandringt. Worden de kansen voor de thuisploeg groter. Dit is de treffer. Prima binnengeschoten door Caifanu Latuperissa. En hij de 3-1. En is daarmee de wedstrijd definitief in het slot. Het lijkt er wel op. Latuperissa met de 3-1. Maar IJsselmeervogels geeft niet op. Een veel leukere tweede helft dan de eerste helft was. Met weer een goede actie van die rode formatie. Maar dan gaat deze er ook niet in. De kans was daar voor Chazor, de invaller. Maar de paal brengt redding. Het golft heen en weer aan alle kanten. Nu weer de voorzet. De Graaf. Hoe kun je hem missen? Hoe krijg je het voor elkaar? Maar het blijft 3-1. Jeremy de Graaf met een enorme kans voor de 4-1 van GVVV. IJsselmeervogels probeert de aansluiting weer te forceren. Daar is de voorzet. Daar is het. De goal die binnenvalt. De goal van Grot. Maar dan wordt hij afgekeurd. Wegens buitenspel. Nog eens kijken, want wat gebeurt daar? Nou, daar lijkt het gewoon het been van een GVVV-verdediger. In dit geval van Jansen, die het laatste tikje geeft. Maar 3-1 blijft het. En wint GVVV van IJsselmeervogels.